site voor studeren. President Centrale Bank vertrekt. En Feest voor Verliefden. Goedenavond en welkom bij deze nieuwe aflevering van het 10 minuten jeugdjournaal. Het internet biedt de mogelijkheid om dingen te doen die voorheen heel ingewikkeld of zelfs onmogelijk waren. Dingen als studeren en samenstuderen zijn nu door het internet makkelijker geworden. En er is een website die Surinaamse scholieren die mogelijkheid biedt. Stukatime.com is opgezet door 3 Surinaamse studenten die hier en in Nederland wonen. Zij hebben dit gedaan met een specifiek doel. Stukatime is een centrale plek als het gaat om oefenopgaves ter voorbereiding van examens en SO-werkjes voor de studenten. Raïs Saburali, Fadil Wasir en Arvind Upasi hebben samen het idee van een studiewebsite voor Surinaamse scholieren uitgewerkt en uitgevoerd. Vanwege de ervaring uit hun eigen schooltijd hier, wisten zij hoe ze een bijdrage kon leveren. Het opzetten van een online platform kwam vanuit de gedachte dat de studenten nog geen centrale plek hadden om studiemateriaal uit te wisselen. Wij zijn immers van mening dat het delen van studiemateriaal zal leiden tot betere cijfers. Omdat alle werkjes op Stukatime digitaal beschikbaar zijn, werkt het platform ook milieuvriendelijk en kostenbesparend. Want de studenten hoeven minder of helemaal niet te kopiëren. Verder zal het ook zelfs studie onder de studenten stimuleren. Stukatime.com is een website voor leerlingen, maar ook door leerlingen, want die spelen een belangrijke rol. Nou, de werking van Stukatime is best simpel. De studenten kunnen oude studiematerialen zoals examens, tentamens en SO-werkjes online delen, zodat de medestudenten ook hiervan gebruik kunnen maken. Omdat de werkjes altijd online beschikbaar zijn, kunnen studenten van het volgende schooljaar ook hiervan gebruik maken. En natuurlijk staan wij ook andere studiehulpmiddelen toe. Denk maar aan samenvattingen, stencils en formulebladen. Stukatime.com is sinds mei 2016 online en het doel is om studiemateriaal voor alle niveaus erop te plaatsen. Stukatime is niet alleen bedoeld voor studenten, maar is ook beschikbaar voor een ieder die zelf verder wil studeren. Momenteel beschikken we studiemateriaal van HAVO, VWO en de Anton de Kom Universiteit. Voor deze onderwijsstellingen hebben wij alle vakken en richtingen voor de studenten beschikbaar gesteld. In de toekomst menen wij het om de overige instellingen in Suriname ook op het platform te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan IMIO, NATEN, MULO en GLO. Studenten kunnen anywhere, anytime, 24/7 gebruik maken van Stukatime, zodat ze op een efficiënte en kostenbesparende manier kunnen studeren. Dus maak u daar flink gebruik van. Scheepwrak uit Tweede Wereldoorlog gevonden en president Centrale Bank van Suriname vertrekt. Deze berichten vandaag in ons kortnieuwsblok. Amerikaanse onderzoekers hebben na lang zoeken een vliegdekschip dat in 1942 zonk teruggevonden op de bodem van de Stille Oceaan. De USS Hornet, zoals het vliegdekschip heet, zonk op 26 oktober 1942 nadat het geraakt was door bommen van Japanse gevechtsvliegtuigen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het wrak werd in januari ontdekt door een schip dat eigendom is van het bedrijf Vulcan Incorporated. Een bedrijf dat al jaren zoekt naar wrakken van schepen die in de Tweede Wereldoorlog zonken. De overblijfselen van de USS Hornet liggen op bijna 6 kilometer diepte. De USS Hornet speelde een belangrijke rol na de aanval van Japan op de Amerikaanse marine bij Pearl Harbor in december 1941. De aanval op Pearl Harbor was in feite de aanleiding voor de Amerikanen om mee te doen aan de Tweede Wereldoorlog. De USS Hornet werd in 1939 in gebruik genomen. Na de aanval op Pearl Harbor waren er verschillende zware slagen tussen de Japanse luchtmacht en de Amerikaanse marine waar ook de USS Hornet bij betrokken was. Bij een van deze gevechten werd dit vliegdekschip zodanig beschadigd dat het een paar dagen later zonk. Van de meer dan 2000 bemanningsleden overleden bij de aanval 140 mariniers. De Tweede Wereldoorlog duurde van 1939 tot 1945. De president van de Centrale Bank van Suriname, Glenn Gersi, heeft zijn functie neergelegd. Dat zou hij hebben gedaan na een gesprek met president Desi Bouterse en de minister van Financiën, Gilmore Hoefdrat. Dat meneer Gersi vervangen zou worden, werd al enkele weken gezegd. Mensen van de regering en parlementsleden van de Nationale Democratische Partij ontkenden stevast deze geruchten en zeiden dat het niet waar was dat meneer Gersi vervangen zou worden. Maar nu blijkt dat de geruchten dus toch op de waarheid berusten.
Deskundigen hebben gewaarschuwd dat het vervangen van de president van de centrale bank slecht zal zijn voor de Surinaamse economie. Waarom zeggen de deskundigen dat? De centrale bank en de directeur van deze instelling moeten enkele zeer belangrijke taken uitvoeren. 1. De centrale bank moet volgens de wet erop toezien dat de commerciële banken, zoals de DSB, Republic Bank en de Hagering Bank zich aan de regels en wetten houden. En 2. De centrale bank en de directeur van die bank moeten erop toezien dat de regering bijvoorbeeld niet te veel geld leent. Daarnaast moeten de centrale bank en de president van deze instelling het geld dat de overheid ontvangt en spaart bewaken. Oppositiepartijen beschuldigen de regering ervan dat die meneer Gersi weg wilden hebben om bepaalde dingen te kunnen doen die hij als president van de centrale bank niet zou toestaan. De regering zelf heeft nog geen officiële verklaring gegeven en heeft ook niet gezegd wie de nieuwe president van de Centrale Bank van Suriname wordt. Morgen is het de Dag van Liefde, beter bekend als Valentijnsdag. Waar komt deze traditie vandaan en waarom vieren wij dit ieder jaar? Er zijn meerdere verhalen over de oorsprong van Valentijnsdag. Eén versie zegt dat de Valentijnsdag afgeleid is van het Romeinse vruchtbaarheidsfeest Lupercalia. Tijdens dat feest werden de namen van alle ongehuwde vrouwen in een kom gedaan en mochten alle ongehuwde mannen om de beurt een naam trekken. De twee jonge mensen die aan elkaar gekoppeld werden, werden ook elkaars partner. Ik denk dat Valentijnsdag betekent dat je extra liefde aan je geliefde geeft op die dag. Valentijnsdag betekent extra aandacht, liefde geven aan je geliefde en bijvoorbeeld cadeautjes. Nou, ik vind dat Valentijn eigenlijk niet hoeft, hè. Want je moet eigenlijk elke dag liefde aan je geliefde kunnen geven. Niet speciaal op Valentijn moet je extra lief gaan doen voor je geliefde. Het is gewoon elke dag Valentijn. Ik zie Valentijn als een normale dag. Ik heb geen Valentijn. Ik voel me niet verplicht om iemand in de bloemetjes te zetten. Voor mij, wel, ik ben nog niet echt oud genoeg. Ik heb het nog niet echt ervaren als hoe ouderen het ervaren. Maar ik zou zeggen, het is gewoon nog een andere dag voor mij. Vandaag de dag wordt Valentijnsdag vooral gebruikt voor commerciële doeleinden. Vanaf de 90er jaren van de vorige eeuw maken veel cadeauwinkels en bloemenwinkels dankbaar gebruik van de Dag van de Liefde. Maar de hype rond deze dag is dit jaar duidelijk minder. In veel landen zijn er plaatsen zoals fonteinen, watervallen en zelfs bruggen waar koppels op een aparte manier hun liefde voor elkaar kunnen uiten. Er is niet echt een sfeer rond Valentijn en er zijn ook niet veel kraampjes geplaatst die Valentijns presentjes verkopen. Maar er staat wel iets heel bijzonders en dat is het liefdeshaar van Paramaribo. De bedoeling is dat geliefden hun liefde bezegelen door een slot hier aan te plaatsen en vervolgens de sleutel gooien in de rivier. Dit symboliseert trouw en eeuwige liefde. Cupido is een baby met vleugels en hij schiet mensen met zijn pijl en boog om ze verliefd te laten raken. Ik zou de persoon dan brengen om uit te eten, denk ik. Veel rozen. Veel rozen, veel eten en romantische praatjes. Zou ik misschien met mijn geliefde uit gaan eten of iets speciaals doen? De luchtvaartmaatschappij Blue Wings Airline zegt dat hier een plek moet worden waar mensen foto's kunnen maken met hun geliefde en familie en dat het een trekpleister wordt voor toeristen. En de 10 minuutjes zijn om. Bedankt voor het kijken en goedenavond.